Nou, het is 3 uur, dus ik stel voor dat we gaan beginnen. Nou, welkom iedereen op dit eerste online webinar over ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Mijn naam is Joyce Ladestein en ik ben Career Service Officer bij Tilburg University. En samen met mijn collega's Gabi en Simon, die zich later aan zelf aan jullie zullen voorstellen, zijn we de host van deze middag. Nou ja, door corona is de wereld natuurlijk in een hele korte tijd op zijn kop gezet en veranderd. En dat heeft ook impact op de economie en ook op de arbeidsmarkt. We krijgen ook regelmatig vragen vanuit jullie studenten wat er gebeurt in die arbeidsmarkt en wat dat betekent voor jullie en wat jullie kunnen doen ook om je toch voor te bereiden op die arbeidsmarkt. Dus vandaar dat wij ook van mening zijn dat we dit webinar echt voor jullie moesten organiseren om antwoord te geven op de vragen die er spelen. Dus daarom hebben wij ook een aantal experts uitgenodigd uit de arbeidsmarkt. Die jullie vandaag hopelijk dus meer inzicht kunnen geven. Ik ga even wat mensen toelaten tot de meeting, zie ik. Even kijken. Die jullie wat meer informatie en inzicht gaan geven in wat er dus nu inderdaad in die arbeidsmarkt speelt. En die jullie dus ook handige tips en tricks gaan geven wat je dus op dit moment zou kunnen doen om alsnog een stageplek of een baan te vinden. Nou, ik wil allereerst heel even kort met jullie door het programma heen lopen. We beginnen met een opening. Daarna zal Geert-Jan Waasdorp van de Intelligence Group, die neemt het van mij over. Die geeft eerst een korte presentatie. En daarna zal mijn collega Gabi met hem een interview gaan doen. Aansluitend zal Karen Bongers het stokje overnemen. Zij is recruiter, recruitment expert en coach. En zij zal vanuit de ervaringen uit de praktijk jullie ook meenemen in wat zij ziet. En jullie daar ook handige tips in geven. En mijn collega Simon die zal een interview ook met Karen afnemen. Nou, en dan aan het einde van dit uur zal ik jullie nog wat tips en tops geven vanuit Student Career Services, als die nog niet genoemd zijn. En dan gaan we naar de afsluiting. Even een paar huishoudelijke regels. Het zal fijn zijn als jullie je audio op mute willen zetten, maar wel je camera aan willen zetten. Want dat is voor ons als sprekers wel zo fijn dat we niet tegen van die zwarte schermen aankijken. Nou, en verder wil ik jullie vragen dat mochten jullie nog vragen tussentijds hebben, jullie hebben natuurlijk vooraf al wat vragen in kunnen dienen, maar mocht je tussentijds nu nog vragen hebben, zet ze in de chat. Dan gaan we proberen die vragen alsnog tijdens deze sessie te behandelen. Even kijken, ik denk dat wat ik jullie in eerste instantie wilde vertellen, dat ik dat heb verteld. Dus dan wil ik eigenlijk doorgaan naar de eerste spreker. Zoals ik net al zei, Geert-Jan Waasdorp. Hij zal zichzelf verder aan jullie voorstellen. Dus Geert-Jan, je mag je scherm delen en dan ga ik het woord aan jou geven. Dat top. Altijd even spannend. Oh, ik zie hier een hele hoop mensen, wat leuk. Share screen. Dus ik meteen kijken of het de goede pak om met jullie te delen. Jazeker. Mijn naam is Geert-Jan Waasdorp. In 1999 afgestudeerd marketing en marktonderzoek aan de CUP nog. Maar tegenwoordig is het natuurlijk Tilburg University. Ik ben gaan werken bij VNU. En later in 2002 heb ik mijn eigen bedrijf begonnen, Intelligence Group. Wij zijn een data tech bedrijf. Volledig gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, arbeidsmarkt en recruitmentontwikkelingen. Ik neem jullie eerst de komende 10 minuten even mee door die arbeidsmarkt zoals die nu is. En dan heb ik me expliciet gericht op masterstudenten die afstuderen. Dus als je je master hebt gehaald, hoe ziet jouw markt er op dit moment uit? Hoe is de vraag naar jou op die arbeidsmarkt? Want door corona en alles wat er op dit moment gebeurt en berichtgeving, is dat best wel spannend. Dan moet je je voorstellen dat je vorig jaar zomer rond deze tijd hadden we misschien wel de beste arbeidsmarkt in jaren. Ik heb hier een kaartje van de Nederlandse arbeidsmarkt. Ik heb even 2018 even geïndexeerd op 100 en vervolgens gekeken. En 2018 was al echt een goede arbeidsmarkt. Dan moet je je voorstellen, vorig jaar zomer, net na de zomer, hadden we eigenlijk een piek. Een recordpiek aan het aantal vacatures, 40% hoger dan anderhalf jaar daarvoor. En vandaag zitten we daar een heel klein beetje onder. We zitten iets
We zitten eigenlijk nog steeds boven dat niveau van 2018. Het is de afgelopen 2 maanden duidelijk minder geweest, dat zie je. Maar in juni heeft die markt zich wat hersteld. En daar heb ik gekeken, hoe zit het dan met afstudeerders economie? En hoe is daar de vraag naar? Nou, opvallend genoeg was er eigenlijk al het afgelopen jaar minder vraag naar deze groep. Dan zie je dat sowieso onder het marktgemiddelde zit. Is dat nou iets om je zorgen over te maken? Nou, dan kijk ik naar deze cijfers. Dit is dezelfde rode lijn als dat je die hier zag. Alleen hier zie je cijfers onder zitten van werkgevers. Dus de overheid, maar ook gewoon het bedrijfsleven met het aantal vacatures dat ze hebben. En intermediairs, dat zijn werving- en selectiebureaus en uitzendbureaus die op zoek zijn in jullie. En dan kijk ik vooral eventjes naar datgene wat er in de laatste maanden is gebeurd. En dit gele blok, dus zul je daar van 6 opleidingen nog een keer zien, zien we hier terug. En wat zie ik dan? Dan zie ik gewoon in juni dat er 666, wat een raar getal over, 666 vacatures waren van werkgevers op zoek naar master of net afgestudeerde masters economie in de grote breedte van het economische spectrum. En waren bij intermediairs 448 vacatures. Dat was alleen in juni. Dan praat je over ruim 1100 vacatures. En wat je hier ziet, zijn degenen die naar jou op zoek zijn geweest. Als jij een economische achtergrond hebt. Hè? Dus in de breedste zin, economie, bedrijfseconomie, accountancy. Dus dat zit daar wel in. Werkgevers die het meest naar je op zoek zijn geweest, zijn ING, Ernst & Young, ABN AMRO. Nou, ik kan het rijtje opnoemen. En intermediairs is ook altijd erg interessant om daarnaar te kijken. En dan zie je 1 outlier. Dat is Roush. En ik denk vooral dat die wat trucjes doen om elke vacature op heel veel verschillende manieren te dubleren. Zodat het lijkt dat ze heel veel vacatures hebben. Maar dit is wel interessant. Als jij zelf economie studeert nu en je wil die arbeidsmarkt op, dan zijn dit wel namen om in ieder geval eventjes naar te gaan kijken. En zeker ook die intermediairs. En zo heb ik dat eigenlijk voor elke beroepsgroep even gedaan. Hoe zit het dan met mensen die vanuit een sociale discipline op de arbeidsmarkt komen? Daar zie je, in tegenstelling tot de economie, dan volg ik de rode lijn, die hebben gewoon een betere markt dan de gemiddelde arbeidsmarkt. En ook hier kun je dan weer duiken, waar zit dat dan in? Nou, jullie zien al, ik ga dan eerst, ik richt me dan op die laatste maanden. En dan zie je dat het aantal vacatures lager is. Dus je wordt een beetje voor de gek gehouden door die index. De markt is relatief beter. Het aantal vacatures in vergelijking met de economie is lager. Maar hier zie je heel duidelijk dat 362 werkgevers of 362 vacatures bij werkgevers waren in het laatste maand. En dan moet je denken aan dit soort werkgevers als Altrecht, Dr. Bosman, Rijksoverheid, Silver Psychologie, Maastricht University, etc. Dus in dat domein zitten dan vooral de werkgevers die op zoek zijn naar, en meerdere vacatures hebben, die op zoek zijn naar masters in het sociale domein. En hier zie je de intermediairs. Dat lijstje is duidelijk kleiner. Die markt is duidelijk minder aantrekkelijk dan bijvoorbeeld de bemiddeling van economische studenten. Hoe zit dat dan bij recht? Nou, bij recht zie je eigenlijk dat ze net onder die markt zich ontwikkelen, behalve sinds de coronacrisis. En dan is er meer vraag naar masters met een juridische achtergrond. Ook hier kijk ik eventjes weer naar die laatste 3 maanden. En dan zie je meer dan 1600 vacatures. Dus op dit moment is er meer vraag naar recht dan naar economie en sociaal bij elkaar. En waar zit dat dan? Nou, dat zit dan bij een belastingdienst, Rijksoverheid, Rijkswaterstaat. Hier zie je dus heel duidelijk de vitale sector is op zoek naar mensen met een juridische achtergrond. Zelfs als je de universiteit niet wil verlaten, de Universiteit Tilburg natuurlijk, dan zie je zelfs dat daar op dit moment genoeg vacatures te vinden zijn. Ook hier zie je, en dat is wel interessant, welke intermediairs hebben met grote regelmaat vacatures voor je. En dan zie je weer Roush terugkomen, ook DPA, Wellington, Densmore, Maandag. En ik kan het lijstje opnoemen. Volgens mij heb ik het al gezegd, maar de slides worden gedeeld, dus dan kun je zelf dat nog een keer helemaal, kun je dat lijstje ook nakijken. Zit jij in de academische richting van meer van humanities, dan kijk ik ook weer hier naar met name de laatste 3 maanden. En dan zie je dat ook hier veel vraag is vanuit de directe werkgevers. En ook hier zie je met name universiteiten die op zoek zijn naar
naar deze studenten, wat op zich best wel opvallend is. En hier de intermediairs. Tilburg University is geen intermediair, dus dat zal een foutje zijn in de datalarij die wij hebben. Maar hier zie je dat daar met name de vacatures zijn. Zo hebben we ook gekeken nog naar traineeship. En is er een vraag naar traineeship? En hier zie je eigenlijk al dat de daling, het aantal traineeships wat we in Nederland hebben, dat dat eigenlijk sinds vorig jaar al aan het afnemen is. Je ziet veel werkgevers ook zeggen, ja, traineeships laten we ook wat lopen, omdat het steeds moeilijker werd om die traineeships vol te krijgen. Nou, in dit geval zie je dat met een lage index scoren. Toch hebben we in totaal 67 traineeships gevonden, alleen al in de juni maand. En ook intermediairs, dus uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus, en misschien ook wel detacheerders, die met eigen traineeships komen, om zo natuurlijk de markt te voorzien van mensen. Nou, welke partijen zijn dat die met die traineeships in de markt zijn? Engie, BKV, Yacht, ING en Coco. En ook stage. Nou, die stagemarkt heeft sowieso een flinke dreun gekregen. Dat begon al vorig jaar, maar de coronacrisis heeft het er niet veel beter op gemaakt. En misschien is het dan vooral goed om aan te geven waar wij dan die stages meten. En dat vinden we, die meten we bij GraduateLand, consultancy.nl, de job, stageplaatsen, stage.nl, jobbird en econometrie. Kortom, nou, de markt is er in het gemiddeld genomen niet beter om geworden, maar, en dat zal daar ook wel blijken, er is nog steeds substantiële hoeveelheid vraag. De vraag ligt nog gemiddeld genomen boven het niveau van 2018. En in 2018 hadden we een behoorlijk krappe en schaarse markt. Ik ben dus wel vol vertrouwen dat er nog voldoende vraag is in de gehele markt. Maar je moet er wel harder voor gaan werken dan dat er bijvoorbeeld 3 of 6 maanden geleden was. Maar volgens mij, Gabi, ga je mij daar ook wel vragen over stellen. En dan laat ik het zo eventjes bij de cijfertjes. Nou, horen je niet, Gabi? Ja, hij staat aan. Dankjewel, Geert-Jan. Heel erg fijn dat je hier bent sowieso om dit allemaal toe te lichten aan ons. Een mooi verhaal denk ik ook. Hè? Dus dat je inderdaad goed kan zien dat er zeker wel invloed is van corona op alle cijfers. Maar toch ook heel veel positieve aanknopingspunten voor eigenlijk alle studierichtingen hier bij Tilburg University. Mijn naam is Gabi Walraven. Ik ben Career Services Officer bij Tilburg Law School. En ik spreek natuurlijk regelmatig studenten met al dit soort vragen over stages en hoe vind ik die dan en hoe ziet mijn toekomstige arbeidsmarkt daaruit. Dus ik hoop dat Geert-Jan daar nu best wel wat verheldering heeft kunnen brengen. Maar ik heb ook nog een paar leuke vragen natuurlijk voor jou, Geert-Jan. Die vragen overigens zijn gebaseerd op de vragen die jullie als studenten hebben ingestuurd. Dus daar heb ik een aantal uit geselecteerd. De eerste vraag die naar voren is gekomen is bijvoorbeeld detacheringsbureaus. Wat zie jij daar voor ontwikkelingen? Zie je daar juist dat die meer of minder belangrijk gaan worden de komende tijd? Nou, detacheerders die leven bij gratie krapte op de arbeidsmarkt. Hè. Dus dat zijn eigenlijk waar detacheerders heel goed in zijn, is het vinden van talent. Eigenlijk veel sneller het vinden van talent dan gewone corporate bedrijven. Dus het gewone bedrijfsleven, inclusief de overheid. Wat je nu ziet is dat detacheerders wat terughoudend zijn. Ze hebben veel mensen op de bank zitten. Ze zijn onzeker over hun toekomst. Dus ze weten niet of de mensen die ze aannemen, of ze die daadwerkelijk ook kunnen plaatsen. Dus je ziet dat er duidelijk minder vraag is van detacheerders. Of ze hebben hun vacatures nog steeds van openstaan. Dus ze proberen wel die gesprekken te voeren met het talent, maar nemen minder mensen aan. Ze zijn wat minder agressief op de arbeidsmarkt. Waardoor, en dat merk je denk ik al snel als student, in plaats van dat je, ik noem maar wat, als je zegt dat je beschikbaar bent, dat je 6 keer wordt benaderd, word je misschien nog maar 2 keer benaderd. Dus er is wat, ze zijn wat minder dominant. En dat betekent voor een student of iemand die zoekt naar een baan, ja, dat je meer op autonome kracht op zoek moet gaan naar die werkgevers die wel die vacatures hebben. Dus dat is eigenlijk, detacheerders hebben de afgelopen jaren enorm geprofiteerd van het feit dat zij in staat waren beter te zoeken dan werkgevers. En dat doen ze nu duidelijk wat minder.
Even uitgezonderd daar waar het echt heel schaars is op de arbeidsmarkt. Ja, en waar doel je dan op bijvoorbeeld? Waar het heel schaars is op de arbeidsmarkt? Ja, waar het echt schaars is op dit moment natuurlijk, en dat zal ook zo blijven, IT, techniek. Dus dan hadden we in Delft moeten gaan studeren of in Eindhoven moeten gaan studeren, in die hoek. Maar ook een bepaalde econometrie, Tilburg, dus echt waar een sterk beta-component in zit. Ja. Daar zit heel veel schaarste. Maar laten we wel voor één ding voorop stellen. Iedereen met een afgeronde masteropleiding die jong is en wil werken, is per definitie schaars op de arbeidsmarkt. Dus die coronacrisis heeft niets afgedaan aan schaarste. Het heeft alleen maar gezorgd dat je minder gewild bent en dat je iets meer zelf moet zoeken. Mm-hmm. In het voorgesprek maakte ik een vergelijking. Als je 10 keer solliciteert, als je half jaar geleden 10 keer solliciteerde, werd je misschien wel 4 of 5 keer uitgenodigd. En kon je vervolgens kiezen uit de werkgever waar je voor wilde werken. Nu moet je misschien wel 20 keer solliciteren om hetzelfde effect te hebben. En dat is nog steeds niet heel erg. Dat is nog steeds niet heel erg veel om een baan te krijgen. Alleen zijn we dat niet helemaal meer gewend. Dus die markt voor academici is gewoon ronduit goed. Ik denk wel dat het goed is voor iedereen die nu naar de arbeidsmarkt gaat. Ik denk dat de arbeidsmarkt de komende maanden nog goed blijft. Maar ik verwacht wel na september, oktober dat de perceptie, beeldvorming bij ook veel werkgevers zal zijn dat die arbeidsmarkt sterk aan het verslechteren is. Omdat er dan heel veel reorganisaties worden aangekondigd. Na de zomer worden veel reorganisaties aangekondigd, is de verwachting. De werkloosheid zal sterk stijgen en dan verandert het sentiment op die arbeidsmarkt. Dus als ik nu mijn masterdiploma zou halen, dan zou ik om na 3 maanden op vakantie te gaan, ik zou vooral eerst zoeken naar een baan. En dan op het moment dat je hem vindt zeggen, joh, mag ik nog een maandje weg? Ik denk dat je kans aanzienlijk vergroot. Mm-hmm. Ja, een van de vragen was, hè, die gaat hier ook over. Namelijk, zou het aan te bevelen zijn om bijvoorbeeld je afstuderen uit te stellen? Hè, of kun je beter nu op de arbeidsmarkt komen? Je hebt er natuurlijk eigenlijk al iets over gezegd. Maar mijn verwachting is dat de arbeidsmarkt in de komende maanden beter zal zijn dan bijvoorbeeld over 6 maanden of over 12 maanden of over 18 maanden. Neem niet weg dat, daar kom ik nu op terug, master, jong en willen werken, dat is sowieso een gouden cocktail. Mm-hmm. Omdat je, dus het komt altijd goed. Alleen heb je misschien een maand of 2 maanden langer nodig om die baan te vinden. Ja, dan komt de volgende vraag. Wat moet ik dan doen om een stage te vinden? Op de goede plekken zoeken. Zoeken daar waar werkgevers... Kijk, de vitale sector is logisch. Hè? Daar zullen misschien eerder stageplaatsen zijn. Daar zijn ze ook nog operationeel. Maar dan moet je ook nog bij een bedrijf, denk ik, willen werken waar ze niet allemaal thuis zitten. Althans, dat is misschien een beetje vooringenomen dat ik dat zeg, want je kunt natuurlijk ook een stage lopen vanuit een scherm hier. Maar ik denk dat veel stages ook de charme hebben natuurlijk om te proeven van een werksfeer, werkcultuur, je collega's leren kennen. Stages zijn er, zoek op de juiste plekken. We hebben een aantal URL's daarvoor meegegeven. En benader recruiters rechtstreeks. Dus je hebt LinkedIn, zorg dat je een goed LinkedIn profiel hebt. En benader recruiters direct met een vraag of zij stageplekken hebben. Dus geen enkel, als je je avondje kwaad maakt, kun je 20, 30 recruiters of recruitment managers heel simpel via LinkedIn benaderen. Het is hun werk dat je ze benadert. En het is ook hun werk om je netjes af te wijzen, dan wel te vertellen dat je bijvoorbeeld open daarvoor kan solliciteren. Dus en stages maken het wel een heel stuk, ja, er zit veel meer ervaring bij. Nou, we gaan dadelijk ook met Karen Bongers in gesprek. En dan zullen we ook haar eens vragen hoe je dat dan goed kan doen. Hè? Direct in contact komen met een recruiter. Die weet het nog beter dan ik. Waarschijnlijk ook heel goed. Ja. Nou, we gaan. Ik heb nog een paar vraagjes. Ik heb nog een paar minuten, zie ik. Een andere vraag is: hoe weet ik nu wat mijn marktwaarde is en hoe voorkom ik dat ik onderbetaald word? Dat is een. Je kunt nooit helemaal goed. Ik ken mensen die wilden weten hoe een arbeidsmarktwaarde was. En die solliciteerden gewoon 10 keer. Gingen vervolgens met die bureaus in gesprek. En wilden ook echt vroegen aan de bureaus zelf en aan de recruiters: wat ben ik nu waard? En wat is,
wat is het salaris wat ik zou kunnen verdienen. Die gebruikten bureaus, zeg maar hoe soms mensen een makelaar gebruiken als ze een huis verkopen. Die laten 5 makelaars komen en die laten al die makelaars iets vertellen over hun huis en kunnen zo hun waarde bepalen. Nou, ik wil je dat niet helemaal aanbevelen, maar dat zou natuurlijk een hele leuke manier zijn. Je hebt ook gewoon tooltjes waarmee je dat kunt uitzoeken. Je hebt salariswijzer.nl, je hebt salariskompas.nl. Je hebt een rapportje wat het SEO elk jaar uitbrengt, dat heet Studie en Werk. Daar zie je de gemiddelde startsalarissen vrij specifiek van jouw studiegebied. Het zijn wel de startsalarissen van 2 jaar geleden, dus nou ja, dat geeft een beetje een richting. Soms kan Indeed er nog wel iets over zeggen, of Glassdoor. Met name wat de salarissen zijn die bepaalde werkgevers bieden. Ik wil wel aangeven, reken je niet te rijk. Sommige werkgevers zijn gewoon gebonden aan een cao. Teken ook niet, laat je ook nou niet gek maken doordat je denkt dat die arbeidsmarkt slechter is, doordat je te laag een baan accepteert. Het is goed om te weten wat je waard bent als master. En dat zal een beetje afhankelijk van je studierichting zijn. Ik denk tussen 24,5, 2500 en 3250 euro. Op basis van 40 uur werken per week. Dat laatste zeg ik er wel even bij. Ja, dat klinkt al ook wel heel erg aantrekkelijk alvast. Je bent er prima van op vakantie, ja. Ja, dat lijkt mij wel. De laatste vraag. Heb jij nog een paar goede websites om stages en leuke startersvacatures te vinden? Van stages, dan pak even die laatste slide die ik toen straks had. Mm-hmm. Ik denk dat je in Nederland... ik wil 3 dingen met je delen. 1 is, zorg voor een goed LinkedIn profiel. En ben uitgebreid over je studierichtingen en die je hebt gedaan. Hè? Want je hebt nog, eigenlijk is dat ook een stukje van je cv. Wat werkgevers hebben een groot probleem om de LinkedIn profielen van studenten te vinden, omdat daar bijvoorbeeld geen functiebenaming in staat. En dan weten ze niet hoe ze moeten zoeken. Dus benoem rustig voor welke functies je aan het zoeken bent. Dat is 1. Tweede die ik je wil aanbevelen is sollicitatiedokter.nl. Op sollicitatiedokter.nl kun je ongelooflijk veel tips vinden over wel of geen pasfoto. Hoe ga je om met zweetgeuren en hoe slaap je goed voor het solliciteren? Dus dat is denk ik erg goed. En de derde is Indeed.nl. Indeed.nl is in Nederland van de niet betaalde sites by far de beste site. Als je met Indeed zoekt, zorg dan het beroep waar je op zoekt, dat je meerdere synoniemen voor dat beroep hebt, zodat je niet alleen zoekt op verkopen, maar ook op account manager en ook op nieuw business development manager. Zodat je eigenlijk in een synoniemenwolk zoekt van de baan die je zoekt. Of gewoon niet een functiebenaming invullen, maar je studierichting invullen als waar staat de vacaturetitel. En dan maak je misschien gebruik van de taaltechnologie en vind je ook relevante vacatures. Dat zijn de 3 gaven die ik iedereen van harte aanbeveel. En link rustig met mij op LinkedIn. Als je vragen hebt, beantwoord ik ze graag. Super. Hartstikke bedankt, Geert-Jan. Ik denk heel veel informatie al die we hebben gekregen. Dus ik wil je daar heel erg voor bedanken. Wij gaan dan nu door met Karen Bommers. Ik heb gezien dat Karen inmiddels in de house is, dus dat gaat helemaal goed komen. Welkom Karen. Karen is recruiter, een interim recruiter, werkt ook bij verschillende grote bedrijven heeft ze gewerkt, onder andere Douwe Egberts. En daarnaast werkt zij ook als loopbaancoach. Dus ik geef het woord aan Karen. Dankjewel. Kan iedereen mij horen? Want mijn video doet een beetje moeilijk. Kan jij me horen? Ja, fijn. Ik ben ook ergens in beeld, want ik ben heel slim, of niet zo heel handig, maar op 2 manieren nu ingelogd. Dus ik zit heel even te kijken wat handig is, hoe ik mijn presentatie kan delen. Of dat nu gaat lukken, of dat Joyce die misschien voor mij wil starten. Als het je niet lukt, heb ik hem ook klaarstaan. Oké, ga ik het 1 poging wagen, dat we niet te veel tijd verliezen.
Maar ik zie hem nu al niet. Mijn scherm ziet er nu gewoon heel anders uit. Dus ik weet even niet zo snel. Ik ga hem wel even anders voor jou delen. Wacht even hoor, gebeurt er nu iets? Ja. Is dit zichtbaar? Even kijken. Dit is... Ja, hij is zichtbaar. Jee, nou weer wat overwonnen. Ik zal even op de tijd letten. Heel kort eventjes over mijzelf. Ik heb de hele presentatie wat visueler gemaakt. Allereerst blijft het gek om zo voor een scherm te zitten praten, terwijl je niemand tegenover je direct hebt. Ik ben Karen Bongers. Ik woon in Utrecht. In het midden kun je zien samen met mijn man en een tweeling van 6. Wat ik heel graag doe is met ons campertje erop uittrekken. Dus de laatste tijd zijn we weer lekker veel op pad. Ik loop heel graag hard. En om af en toe de rust weer even te vinden, zie je rechtsboven mij, dat ben ik niet. Maar een meditatiedame. Even lekker de rust pakken. En ik woon dus in Utrecht, rechtsonder in de Dom. Ik mag loopbaancoach zijn en daarnaast recruitment. Dus ik word ingehuurd door verschillende bedrijven om daar de juiste mensen op de juiste plek te vinden. Dus ik hoop dat ik jullie in deze korte presentatie ook wat meer daarover kan vertellen. En ik vind het heel fijn om altijd speciale momentjes in te plannen. En dat kan zijn een kopje koffie linksbovenin of een lekker speciaal biertje en die lekker in een zonnetje of op een rustig momentje lekker van te kunnen genieten. Ik zit nu zo'n 16 jaar in de recruitment en de afgelopen jaren voor mijzelf, afgelopen 6 jaar. En daarnaast ben ik ook loopbaanbegeleiding dus gaan doen. Dus dat is een hele fijne combinatie voor mij. Dus dat even over mij. Ik zit heel even te kijken hoe ik... mijn titel is weggevallen. Dus ik zit heel... Tenminste, er zit een balk met allemaal mooie cameraatjes voor. Oh, sorry. Solliciteren in coronatijd. Ik heb tussen haakjes gezet in coronatijd. Omdat het denk ik altijd heel belangrijk is hoe je dat aanpakt. Los van de huidige situatie. En ik kan mij voorstellen, ook ikzelf als zelfstandige moet ook af en toe de barricade op om weer op zoek te gaan naar opdrachten. Dus dat brengt best wel wat, soms wat gepieker met zich mee, hè, van wat gebeurt er als dit of wat gebeurt er als dat. Nou, rechtsbovenin wel heel visueel, maar er is natuurlijk best wel wat concurrentie. Dus hoe zorg je ervoor dat jij opvalt, dat jij bovenaan die stapel bijvoorbeeld belandt. Heel veel via video en telefoon, zoals we ook nu weer merken. Dus ook heel belangrijk om positief in te blijven. Ik kan dit. Hoe ga ik met de juiste energie, met de juiste uitstraling een mooie baan vinden? Dus in die zin, spannende tijd. En ergens ook weer niet anders dan anders. Zorgen dat je lekker aan de slag komt. Dus wat kun jij doen? Niet één van de velen zijn, maar hoe ga je opvallen? Dus hoe maak jij jezelf uniek of hoe presenteer jij je wat echt op jou slaat? Be unique. En dat betekent niet dat jij een heel verhaal gaat verzinnen wat niet waar is, maar wel hoe kan ik mijzelf op de juiste manier omschrijven? Wat op mij slaat, wat net een ander beter kan bijblijven. Dus in het midden heb ik hier weergegeven, wie ben ik? Mijn presentatie begon ook even kort, hè, met wat plaatjes. Hoe sta ik in het leven? Waar word ik blij van? En voor mij als recruiter vind ik het altijd heel erg leuk als ik iemand tegenover mij heb, om ook echt te zien, iemand kent zichzelf goed, iemand weet ook wat zijn positieve kanten zijn, maar misschien ook waar die nog niet zo goed in is. Ik iedereen adviseer, ik ga even linksbovenin beginnen en dan het rondje maken. Vraag eens in je omgeving, en ik heb daar ook een document voor, wat of ik of de universiteit kan nasturen, om eens in je omgeving na te gaan vragen van, joh, hoe zou jij mij omschrijven? Wat vind jij sterk aan mij? Of waar zie jij mij over zoveel jaren werken? Wat vind jij bij mij passen? Dus ga je vrienden, je kennissen, misschien je bijbaan, ga mensen vragen hoe zij jou zien.
Je zult zien dat er bepaalde input komt waar je misschien zelf niet eens aan gedacht had. Ik ga een beetje heen en weer, sorry. Privé als professioneel is het ontzettend belangrijk om te weten, wat vind ik in mijn studie? Wat waren vakken waar ik goed in ben? Of wat zijn vakken waar ik goed in ben? Maar ook privé, wat vind ik leuk? Hou ik van hardlopen? Wil ik graag teamsporten doen? Of wil ik juist lekker creatief bezig zijn? Dus zowel professioneel als privé, wie ben jij? Wat maakt jou onderscheidend? En ook al denk je zelf, joh, dat is helemaal niet belangrijk, dat boeit helemaal niet. Nou ja, grote kans dat iemand anders zegt, ik vind dat heel bijzonder aan jou. Onderin, dit maakt mij blij. Wat maakt jou blij? Als recruiter vraag ik altijd, joh, hoe sta je in het leven? Of wat tovert de glimlach op jouw gezicht? Want zodra je ook daarover gaat vertellen, gaat er ook een stukje spanning in een gesprek vaak vanaf. En laat je wat zien van wie jij bent. Dus je wordt wat kwetsbaarder, maar ook daarmee oprechter. Links onderin de universiteit. Er worden diverse programma's aangeboden, is mij verteld. Dus maak er ook echt gebruik van wat er allemaal te onderzoeken valt. Want zoals rechtsbovenaan die klokjes al aangeven, dit is niet iets, je bedenkt niet binnen een uurtje of een half uurtje van, hey, ik ga even snel een profiel over mijzelf opstellen. Ik ga even snel iets over mezelf zeggen. Nee, dat heeft echt tijd nodig. Dat is een kwestie van het samenvatten, het opschrijven, een paar keer hardop zeggen, zodat je dat goed kunt verwoorden in je sollicitatiegesprek en ook kunt gebruiken in jouw cv of in jouw LinkedIn-profiel. Als jullie mijn profiel bekijken, zul je ook zien, bovenaan begint met, ja, wie ben ik? Hoe sta ik in het leven? Ik vind dat zelf heel leuk, want het geeft mij direct een beeld. Als ik daarnaast dan een cv of een motivatiebrief heb, ga ik het als het ware inkleuren. En dan ga ik juist de details die jullie daarin vermelden, die ga ik meenemen in mijn hele beeld. Ik heb geen idee of iemand mij ziet, maar ik ben heel druk met mijn handen aan het gebaren, zie ik in mijn eigen reflectie. Maar goed, dat is eventjes als je voor een video zit. Dus maak een uniek verhaal en gebruik je omgeving daarbij om dat echt bij jezelf te houden. En vervolgens heb je je verhaal helder. Weet jij wat voor soort vakgebied je aan de slag wil? Weet je waar je sterk in bent? Weet je wat je wil leren? Weet je misschien ook, daar ben ik nog niet zo heel goed in? Of is het een baan waarbij je heel veel, noem het maar, vergaderingen of heel veel met mensen of juist heel veel alleen? Weet van jezelf, dat vind ik niet zo leuk. Want daarmee kom je gewoon heel sterk over. Ja, en vervolgens ga je dit lekker de wereld rond bazuinen en vertellen, dat iedereen weet, als die en die vacature komt, of die rol, dan gaan we aan jou denken. Of sterker nog, we zijn zo enthousiast over jouw profilering, we willen je gewoon even uitnodigen. Mocht er een kans voordoen, dan willen we jou heel graag spreken. Dus ga netwerken, ga veel mensen spreken. Nog eventjes kort, volgens mij, ik weet niet hoe ik in de tijd zit, maar wat zijn de do's en de don'ts wat betreft het solliciteren? Bovenin, ja, hartstikke goed. Het werd net ook geroepen of gezegd door Geert-Jan. Ga contact opnemen met recruiters. Vaak wordt gezegd, ja, je moet altijd bellen. Nou, kan voordelen hebben. Maar zorg dat als je belt, dat je ook iets te vertellen hebt. En niet alleen, ik zie de vacature en ik ga reageren. Als recruiter zit je in je werk. Ik vind het hartstikke fijn om inhoudelijke vragen te beantwoorden. Maar als het een niet al te handige vraag of altijd puur een contactmoment is, ja, dan kan dat ook averechts werken. En dat zou zonde zijn, denk ik. Rechts, het is oké om kritisch te zijn. Het is super oké om kritisch te zijn. Want als jij het niet helemaal voelt of die vacature bij jou past, ga je het ook niet overbrengen in een gesprek. Dus wees je bewust van, waar word ik echt blij van? Waar zit mijn twijfel? Nou, bij twijfel kan je dat natuurlijk ook onderzoeken in een gesprek. Maar als je het eigenlijk niet, het voelt eigenlijk niet oké, dan is het zonde van jouw tijd, van ieder zijn tijd, als je ergens op gaat reageren. Want het kost een hoop tijd, maar ook spanning. Onderin, wat is de dresscode? En zeker ook nu met het videobellen. Ik heb iemand tegenover gehad die keurig strak in pak met stropdas zat. Terwijl ik in mijn t-shirtje en mijn opdrachtgever, die zat ook in zijn t-shirtje. Is helemaal oké. Maar je kunt van tevoren ook even toetsen van, joh, hoe zitten jullie erbij in het gesprek? Waar kan ik mij op voorbereiden? Zodat dat
ja, enig ongemak wellicht kan voorkomen als je degene tegenover je ziet en denkt, hé, potverdikkie, ik had eventjes wat anders aan kunnen doen. Dus, en dat geldt overigens zowel online als natuurlijk als jij een face-to-face gesprek hebt. Check gewoon even van tevoren, hoe kan ik mij kleden, wat is passend? En een hele belangrijke, ja, ik kan een mega lijst maken, maar dit waren wel denk ik de belangrijkste. Maak aantekeningen vooraf. Dus zorg dat je voor jezelf helder hebt, welke vragen wil ik stellen? Als ik uit het gesprek kom, wil ik deze informatie uit het gesprek hebben gehaald. Dus niet alleen zij gaan mij beoordelen, nee, zeker niet. Het is echt, ik zeg ook altijd, het is echt een open gesprek. Jij gaat iets onderzoeken en de andere partij gaat iets onderzoeken. En samen ga je tot een conclusie komen of dat wel of niet een match is. Dus wees niet bang dat het raar staat om notities erbij te hebben. Neem lekker een blok mee, zodat je ook gedurende het gesprek kunt toetsen. Heb ik alle vragen gesteld die ik wilde vragen? Ik krijg nog wel eens te horen van ja, dat is raar of dat staat onzeker of dat moet ik uit mijn hoofd. Absoluut niet waar, want een gesprek is gewoon hartstikke spannend. En dan is het lekker dat je een leidraad hebt van wat je van tevoren in alle rust hebt kunnen voorbereiden. Dus dat even over de do's en de don'ts. Nu ben ik even zelf nieuwsgierig. Dat was de laatste sheet. Superbelangrijk, ja. Results happen only if you go for it. Ja, je moet, en dat werd ook net benoemd door Geert-Jan, je moet er zelf echt veel energie in steken. Ook voor mij, als ik een nieuwe opdracht zoek, het komt niet allemaal aanwaaien. Het is echt nadenken van, hé, wat zijn leuke bedrijven? Persoonlijk probeer ik altijd het traject om te draaien. Dus ga je niet blind staren op vacatures. Maar ga juist omdenken van, hey, wat zijn bedrijven die ik tof vind? Waar wil ik meer over weten? Pak het in, meer in een soort netwerkgesprek. Dat je zegt, joh, ik zou graag eens willen komen praten. Of een indruk willen krijgen van jullie organisatie. Iedereen vindt het leuk om over zichzelf of over zijn bedrijf te spreken. Dus maak daar gebruik van. Maak een mooie lijst met bedrijven waarvan je denkt, daar wil ik eens meer te weten over komen. En wie weet hoe het uitpakt. Want vaak genoeg... maak je een hele goede indruk en zeggen ze, weet je wat, we gaan eens kijken of we iets kunnen creëren. Dus stop er veel energie in, positieve energie, beetje chagrijnig, deel het lekker even met vrienden, want dat hoort er ook zeker bij. Maar ja, het is wel die stip op de horizon. En lekker gaan onderzoeken, veel mensen spreken. Dat was hem. Oké, Karen, nou, dankjewel. Ja, het is inderdaad wat vreemd dat we jou niet kunnen zien, maar je presentatie was beeldend genoeg. Het verhaal was ook, je hebt mij in ieder geval meegenomen. Wij hebben ook voor jouw onderwerpen wat vragen van studenten ontvangen. En ja, toch wel heel veel vragen gingen erover, hoe maak ik nou dat onderscheidende cv? Je hebt al gezegd, je moet het uniek maken, maar... Toch veel van onze studenten hebben nog weinig werkervaring en vinden het eigenlijk heel suf om dan ook op hun cv te zetten dat ze lid zijn van de voetbalclub. Dus met weinig ervaring en niet een heel onderscheidende hobby, hoe doe je dat dan? Hoe kan je dan toch zorgen dat als jij dat cv ontvangt, zegt van, hey, deze persoon wil ik spreken? Ja. Overigens, ik ben wel ergens tussen, hoeveel schermen zijn het? Ik zit er wel tussen, via mijn telefoon, in een wit shirt. Maar goed, dat leidt me misschien een beetje af als daar nu naar gezocht moet worden. Maar ik zit er ergens tussen. Ik zei net al, ik heb niet voor niks mijn lippenstift op gedaan, maar nu kijk ik naar mezelf. Dat is een beetje jammer. Hoe maak je onderscheidend? Hele basisdingen. Een fris, opgeruimd cv is al heel belangrijk. Een kleurtje met een bepaalde balk daardoorheen. Of een, gewoon frisse uitstraling is belangrijk met een fijne foto. En zo'n profieltekst bovenaan een cv is wat ik zelf, adviseer, zelf ook heb. Waarin je ook zeker de hobby's kunt vermelden. Dus ook al is die niet, zijn er meer mensen die voetballen, geef het wel aan. Want het zegt echt iets over jou. Je bent sportief, je vindt het leuk om met mensen een competitiestukje aan te gaan. Je bent wel graag buiten. Dus het zegt meer dan jij misschien zelf zou denken.
Naar aanleiding van die vragenlijst die we wellicht nog doorsturen, kunnen daar ook persoonlijkheidskenmerken bij komen die je juist heel goed kunt gebruiken in dat stukje profilering. Dus als iemand zegt, ik ben heel zorgzaam, of iemand anders zegt, ik vind jou heel zorgzaam, is dat super mooi om te gebruiken, want niet iedereen is zorgzaam. Die heeft weer wat anders. Maar dus gebruik je omgeving van, joh, hoe typeer je mij? Hoe zou je mij omschrijven? En ga eens kijken of je je daarin kunt vinden. Dus ga geen woorden gebruiken waarvan je denkt, nou, dat snap ik echt totaal niet. Durf ook terug te vragen, waarom vind jij dat, als je het niet begrijpt? Want daarmee leer je jezelf ook weer beter kennen. Hè? Ik bedoel, je ziet jezelf vanuit een bepaald perspectief, maar jouw omgeving nog veel meer. Dus ga op die manier erachter komen wie je bent en wat voor persoon jij bent. Dan kun je prima uniek maken met relatief weinig ervaring. Bijbanen uiteraard ook altijd benoemen. Dus er gebeurt van alles in mijn scherm. Ik praat gewoon door. Maar dat was, zo zou ik hem verwoorden. Ja, heel mooi. Ja. Oké, nou jij zei in jouw laatste slide al van bazuin het rond. Vind je wel mooi, rond bazuinen. Maar het heeft er eigenlijk mee te maken, gewoon netwerken. Iedereen die je tegenkomt, gewoon eigenlijk vertellen waar je naar op zoek bent. Dus het is ook heel belangrijk dat je weet wie je bent en wat je zoekt. Nou, dan kun je het ook pas vertellen. Een van de vragen van de studenten was van, ja, is dat ook echt geaccepteerd? Dat je, ondanks het feit dat er dan misschien geen open posities zijn, toch contact opneemt met de recruiter of de HR-afdeling? Nou, persoonlijk zou ik het... het is zeker geaccepteerd. Dus wees vooral met solliciteren brutaal, uiteraard op een prettige manier, maar wees initiatiefrijk. Dus denk vooral niet, dat kan niet of dat kan wel. In het kader van contact opnemen zou ik vooral kijken hoe jij bij iemand aan tafel kunt komen die bijvoorbeeld eenzelfde soort functie uitvoert. Dus niet per se met recruiter. Kijk, persoonlijk, ik kan met iedereen koffie drinken. Maar ja, dat kost me gewoon heel veel tijd. Plus dat ik ook niet alle ins en outs over een bepaalde baan kan vertellen. Dus dan zou ik eerder zeggen, stel je zoekt een baan in de marketing. Ga dan eens kijken van, nou, bijvoorbeeld dat en dat bedrijf lijkt me hartstikke... Of ik ben heel nieuwsgierig hoe het daar naartoe gaat. Ga dan eens kijken, nou, welke personen zitten daar op een marketingrol binnen dat bedrijf? Wellicht via dat je erachter komt dat iemand, een vriend of een zus of een broer daar heeft werken. Of dat je gewoon die persoon zelf een LinkedIn berichtje stuurt en dat je zegt, joh, ik ben hartstikke aan het, of ik ben lekker aan het oriënteren. Zou ik eens met jou mogen bellen om eens een half uurtje van gedachten te wisselen? Ik ben benieuwd wat jij doet. Nou, gegarandeerd dat iemand jou te woord wil staan. En dat je aan het eind van zo'n gesprek weer kan zeggen, joh, en heb je nog een tip voor mij? Of als je mijn verhaal zo hoort, want je hebt dan inmiddels een mooie pitch en een kort profielverhaal. Bij wie zou ik nog meer kunnen zijn? Of heb jij een tip aan iemand uit jouw netwerk? Zodat je het vanuit elk gesprek zo kunt doorzetten. Voor mij is dat persoonlijk al de beste manier geweest om aan opdrachten of aan banen te komen. En om zo het liefst ook motivatiebrieven te kunnen omzeilen. Want daar heb ik zelf echt een bloedhekel aan om te schrijven. Mm-hmm. En als recruiter lees ik ze ook niet altijd, beken ik. Want ik ga als eerste naar je cv kijken. Oké, ja. Nou, eigenlijk wel mooi dat je dit zo benoemt. Want wij hebben ook het mentorprogramma. Het mentorprogramma bestaat al een hele tijd, is nog niet zo heel bekend onder studenten. Maar dat is eigenlijk een programma waar studenten contact op kunnen nemen met een alumnus of alumna in een bepaald vakgebied. En dat is dus ook een mogelijkheid, hè, om te horen hoe een bepaalde job werkt of hoe die persoon in die bepaalde rol is gekomen. En LinkedIn is natuurlijk ook wel het medium om het lijntje te leggen naar die persoon in die bepaalde functie. Dus heel mooi dat jij ook zegt dat dat heel nuttig is. Nou, dan zag ik nog een andere, ja, vond ik wel een hele leuke, mooie vraag. Zijn er positieve effecten van corona op de arbeidsmarkt? Zijn er positieve effecten? Oeh, dat vind ik een hele lastige. Ja, hè? Ja, maar ik ben geneigd om te zeggen zeker of vast. Maar dan moet ik natuurlijk ook zeggen waarom of waarom dat in zit. Kijk, ik denk wel dat... als het je lukt, dan ga ik vanuit. Als jij de juiste energie hebt, positiviteit en je hebt je verhaal steeds helderder, ga je zeker weten opvallen tussen de mensen die daar misschien minder aandacht aan besteden of die dat moeilijker vinden of om
Dus in die zin denk ik dat er zeker kansen zijn om daar waar nu of een vacature stop is of om, om je daar wel tussen te krijgen, maar om daar wel een gesprek los te peuteren. Zodat als de vacatures weer opengezet worden, dat je daar misschien wel voor kunt zijn. Ja, dus eigenlijk wat je zegt, hè, eigenlijk door corona zouden de studenten wat meer bewust moeten zijn dat ze harder hun best moeten doen. En dat gaan ze dan doen. En daardoor is het effect waarschijnlijk... Precies. Ja. 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 Simone, zou ik er eentje aan mogen toevoegen? Ja, graag, Geert-Jan. Heel brutaal dat ik er zo tussendoor kom, Karen. Excuus. Wat ik hoor vanuit Amerika, hè, dat met name omdat er zoveel mensen nu thuis werken, dat reisafstand minder belangrijk aan het worden is. Dat betekent dat je dat de cirkel waarin jij zoekt, dat die groter kan worden zonder dat je per se hoeft te verhuizen. Dus het wordt makkelijker om in Tilburg te studeren en in Amsterdam te gaan werken zonder te verhuizen. Dus werkgevers zijn gaan flexibeler om dadelijk met reisafstand en geografie. En dat zou een interessante kans kunnen zijn. Ja, nou, mooie aanvulling. Dankjewel, Geert-Jan. Dan was er nog een vraag van een student die zei van is er eigenlijk een verschil hoe je moet solliciteren als je een bachelordiploma hebt of een masterdiploma? Of er een verschil zou zijn in presentatie daarvan? Ja, een verschil in hoe je moet solliciteren, dus maakt het uit? Nee, ja. Nou, zelf zou ik absoluut... nee, dat maakt niet uit. Kijk, het is heel wisselend hoe elke organisatie, wat ze belangrijk vinden. Ik heb veel verschillende bedrijven gezien, van start-ups tot aan corporates. En het is vooral, denk ik, belangrijk of de manier hoe een bedrijf naar jou kijkt, of dat ook aansluit bij hoe jij gezien wil worden. Dus stel een bedrijf zegt, ja, wij zoeken echt alleen maar masterstudenten, want wij denken dat dat het beste aansluit. Ja, daar ga ik nog wel eens over in discussie, omdat ik denk, het zit hem niet alleen in het afronden van een bepaalde studie, maar het zit hem er ook heel erg in, wat heb je daarnaast gedaan? Of hoe praktijkgericht ben jij? Of hoe... Dus nee, daar zit geen verschil in dat je dan anders zou solliciteren. Oké. Ja, en dan waren er toch wel eigenlijk, en dat is allemaal uit toch wel een beetje bezorgdheid vanuit de student. Ja, toch veel studenten hebben weinig tot geen werkervaring, want bij ons zit stage nauwelijks of niet in het programma. Hoe bepalend is dat om toch niet al te lang na afstuderen aan de bak te komen? Ja, nou ja, ik zou vooral ook gaan kijken wat voor projecten heb je tijdens je studie gedaan? Welke rol heb je tijdens dat project gehad, vervuld? Ik zou ook zeker adviseren tijdens het solliciteren nu, ga kijken hoe je je vrijwillig kunt aanbieden. Dus ga kijken wat er... er zijn genoeg plekken waar de handen uit de mouwen kunnen, zodat je alvast op die manier kunt laten zien dat je ook proactief bent. Daarnaast krijg je daar ook gewoon hele positieve energie zelf van, dan wanneer je de hele dag blind zit te staren op solliciteren. Dus ik zou dat zeker willen aanmoedigen, want iedereen weet, als je net afgestudeerd bent, heb je gewoon niet zoveel ervaring. Maar als je daarnaast laat zien dat je wel degelijk al heel actief bent en je ook nog eens graag inzet voor je medemens of dieren of wat het ook maar is, kan je dat heel mooi weer verwoorden in je profiel. Maar vooral ook kijken van, naast mijn vakken, wat heb ik voor projecten gedaan? Heb ik misschien gereisd? Heb ik daar een bepaalde rol ingevuld? Dus denk vooral niet van, dat zal wel niet belangrijk zijn. Zet het er juist op. En laat het desnoods even door iemand checken of door een recruiter checken van, is dit relevant of niet? Maar zet er liever meer op dan te weinig, want het zou meer over je kunnen zeggen dan je zelf zou denken. Oké, nou super. Hey, ik krijg een melding dat we door de tijd zijn. De tijd vliegt, vind ik. En ongetwijfeld zijn niet alle antwoorden van de studenten beantwoord. Dus is het oké als zij eventueel ook contact met jou opnemen, Karen? Zeker. Ja hoor. Oké, en dat kan dan via LinkedIn? Ja, perfect. Nou, dat is het makkelijkste. Ontzettend bedankt voor jouw tijd en energie en al jouw inzichten. En we gaan jou zeker nog tegenkomen. Yes, helemaal goed, dankjewel. Dankjewel.
Ja, dan neemt Joyce het verder van mij over. Ik realiseer me eigenlijk dat ik mezelf helemaal niet geïntroduceerd had. Ik kom meteen met het verhaal van Karin. Maar ik dus, Simon Hofland, Tyson Career Services Officer, draag dan nu het stokje weer over aan mijn collega Joyce. Ja, ik sta niet op mute. Daar ben ik inderdaad weer terug. Nou, ik denk een heel mooi verhaal van zowel Geert-Jan als van Karin. Ik hoop ook dat jullie er echt praktische tips voor jezelf uit hebben gehaald. Wat eventjes goed is om te weten is dat we de presentaties inderdaad met jullie gaan delen. En ik ben deze sessie ook aan het opnemen. Als het goed is, zonder jullie hoofden erbij. Maar zodat we ook dit filmpje later kunnen verspreiden. Zodat jullie ook nog een keer dingen terug kunnen kijken. Maar als laatste ter afronding van dit webinar wil ik ook nog een paar tips en tops vanuit Student Career Services met jullie delen. Er zijn echt al wel een aantal zaken genoemd, dus ik ga het niet allemaal letterlijk met jullie doornemen. Maar wellicht dat er nog wel een aantal interessante nieuwe dingen tussen staan. Wat kun je doen tijdens deze coronatijd? Eigenlijk is het al wel bij de voorgaande sprekers ook naar voren gekomen. Het zijn lastige tijden, ook qua arbeidsmarkt, maar er zijn zeker nog kansen, vooral als je jezelf weet te onderscheiden. Dus laat je ook niet afschrikken en blijf positief en ga er gewoon voor. Wat je sowieso kan doen is natuurlijk zorgen dat jouw profiel professioneel eruit springt. Dus dat je een goed cv hebt, een mooi LinkedIn profiel en een goede basismotivatiebrief die je vervolgens wel weer kan aanpassen op de vacature waar je op solliciteert. Ga ook gewoon al oefenen met online sollicitatiegesprekken. Dus ga een keer met een vriend of een vriendin of een familielid zo'n sollicitatiegesprek online oefenen. En als laatste ook een hele belangrijke, bouw je online netwerk uit. Het werd net ook al genoemd. LinkedIn is een hele mooie manier om op dit moment toch te netwerken. Ik zal daar nog iets meer over vertellen, maar dat is een mooie gelegenheid om daar nu mee aan de slag te gaan. Ik heb er nog een link aan toegevoegd. Dat is een link van een artikel op LinkedIn met nog meer tips en tricks wat je nu kan doen in de huidige coronatijd. En bouw je cv verder uit. Dus als je inderdaad vindt dat er nu heel weinig op je cv staat, gebruik de tijd die je nu ook hebt om wellicht nog wat vrijwilligerswerk te doen of lid te worden van een commissie. Dus bouw op die manier je cv nog verder uit. Nou, een aantrekkelijk en professioneel cv. Ik ga het niet allemaal letterlijk voorlezen, dat kunnen jullie prima zelf. Het werd toen straks ook al genoemd. Ook al heb je niet heel veel informatie voor op je cv, het persoonlijk profiel is wel heel erg belangrijk. Dus zorg ervoor dat je weet van jezelf wat je belangrijkste competenties zijn. Dus vermeld in dat profiel wie ben je, waar ben je goed in, wat is je toegevoegde waarde, wat kom je brengen eigenlijk bij een bedrijf en waar ben je naar op zoek. En hou het inderdaad overzichtelijk, niet te lang. Een recruiter ziet zoveel cv's op een dag dat hij gemiddeld 9 seconden naar een cv kijkt. Dus het moet gelijk aanspreken. Dus zorg voor een mooie foto, een goed profiel en niet te veel tekst. Dan komen we ook bij LinkedIn. Ook al een paar keer aangeraakt deze sessie. LinkedIn profiel, super belangrijk. Ongeveer 70% van alle banen en stages die gevonden worden, gaan echt via networking. Dus niet via allemaal banensites of via allerlei bureaus, maar echt gewoon via netwerken, face-to-face als dat kan, maar ook echt via LinkedIn. Dus maak er gebruik van dat je zorgt dat je in ieder geval een goed profiel hebt, met een mooie foto, ook een goede profieltekst. Wat belangrijk is, een goede titel, headline. Waarin je ook omschrijft als je op zoek bent naar een baan, dat je ook echt zet beschikbaar voor een baan als. Want recruiters zoeken op de woorden, op kernwoorden. Bijvoorbeeld op het woord beschikbaar en dan de functie waar je naar op zoek bent. Daar zoeken recruiters echt op. Dus zorg dat je headline sterk is, dat er een mooi profielstukje in staat. Dat je jezelf dus goed brandt, om het zo maar te zeggen, op LinkedIn. Hier wat tips voor online sollicitatiegesprekken. Daar had Karen het net ook al wel gedeeltelijk over. Onder andere de professionele kleding. Dat is even afhankelijk van het bedrijf waar je een gesprek mee hebt. Maar dit zijn gewoon even wat praktische tips die je dus ook vooraf kan oefenen. Zorg dat je je camera op ooghoogte hebt, zodat je dus niet naar beneden hoeft te kijken. Dat je licht goed is, dat je geluid goed is. Test ook vooraf je verbinding.
Ja, en ga ook vooral positief zo'n gesprek in. Zit rechtop, glimlach en toon je enthousiasme. En vraag ook echt wel naar de cultuur binnen een bedrijf. Je moet natuurlijk zelf, wat Karen net ook zei, ook gaan onderzoeken of het bedrijf en de functie iets voor jou is. Dus durf zelf ook vragen te stellen. Nou, dit zijn een aantal voorbeelden van vragen waar je jezelf op zou kunnen voorbereiden. Waar je 9 van de 10 keer zeker wel minimaal 1 vraag van gaat krijgen. En vooral de eerste vraag. Bereid je daar altijd op voor, want die ga je hoe dan ook krijgen. De eerste vraag, kun je me iets vertellen over jezelf? En dan moet je eigenlijk binnen een minuut een pitch over jezelf kunnen vertellen. Van wat zijn je inderdaad je sterke punten? Waar word je blij van? Wat kom je brengen? Wat is je toegevoegde waarde? Dus zorg ervoor dat je op die eerste vraag echt een knaller van een antwoord kunt geven. En zorg ook dat je voorbeelden voorbereidt volgens de STAR-methodiek. Leren jullie allemaal op school die STAR-methodiek, maar zorg in een sollicitatiegesprek dat je ook concreet echt een voorbeeld kan noemen bij een competentie. Dat je ook kan aantonen dat je die competentie bezit en beheerst. Dus bereid voorbeelden voor. Ja, de rest van de vragen, dit zijn dus zaken waar je echt op kan voorbereiden voordat je een sollicitatiegesprek aangaat. En dan als laatste, bouw je online netwerk uit. Ik zei het net al. Op dit moment, 70% van de banen wordt gevonden via netwerken. Dus zorg dat je dus zichtbaar bent op een LinkedIn, dat je daar een goed profiel hebt, maar dat je daar ook echt connectie zoekt met alumni, met recruiters, dat je die mensen ook gaat connecten, dus ook echt vragen aan ze kunt gaan stellen. Vraag desnoods aan hen van, hey, ik zie dat je in die functie bij dat bedrijf werkt. Lijkt me super interessant. Heb je tips voor me? Of heb je wellicht mensen binnen de organisatie waar je me mee in contact kunt brengen? Durf te vragen, want mensen vinden het leuk om anderen te helpen. Vooral alumni die ook at Tilburg University hebben gestudeerd, die willen je zeker helpen. Maar dan moet je dus wel zelf actief die contacten op gaan zoeken. En wat je verder kan doen, er worden op dit moment superveel virtual carrière-events aangeboden. Dit webinar is er ook een voorbeeld van, maar zo zijn er legio voorbeelden. Dus ga je daar ook in verdiepen en meld je aan en probeer op die manier ook een stukje te netwerken. Nou, dit zijn wat tips, wat zou je nog meer kunnen doen? Bekijk corporate websites voor voorbeelden voor vacatures. Ik maak er een analyse voor jezelf ook van om een beter beeld te krijgen van wat past nou bij me, wat zijn vacatures waar ik energie van krijg. Kijk op LinkedIn naar interessante functies die mensen bekleden, om zo ook een beeld te krijgen wat jouw pad zou kunnen zijn. En werk aan je eigen persoonlijke profiel. Zelfreflectie, wie ben ik, wat wil ik, waar word ik blij van, wat kan ik nog doen om mezelf op dat gebied meer te bekwamen, om mijn cv te verrijken. Dus dat zijn ook zaken waar je dus mee aan de slag kan gaan nu tijdens deze tijden. Nou, dan komen we eigenlijk aan het einde van ons webinar. Nogmaals, ik hoop dat het jullie veel relevante informatie en tips en tricks heeft opgeleverd. We zijn van plan om dit wel vaker te gaan doen. Dus we zouden heel graag jullie feedback willen ontvangen. Zodat we voor een volgende keer jullie feedback ook mee kunnen nemen. In beeld zien jullie nu een QR-code. Dus als je die scant met je telefoon, dan kom je als het goed is in onze evaluatie. Dus het verzoek aan jullie of jullie dat sowieso voor ons willen invullen. En dan ga ik heel eventjes kijken of we via de chat nog additionele vragen van jullie hebben binnengekregen. Even kijken. Ja, ik heb er net één beantwoord, Joyce. En dat is denk ik een mooie vraag die voor iedereen misschien wel interessant is. Er kwam een vraag binnen van hoe kan ik gebruik maken van het mentorprogramma. En dat het is het makkelijkste als je contact opneemt met de Career Services Officer van je school. Die gaat met jou dan eventjes kijken van waar ben je naar op zoek. En dan gaat die Career Services Officer kijken waar de link gelegd kan worden. En dan was er nog een vraag over wat is achronologische volgorde in een cv. Nou, dat is eigenlijk, je begint met je meest recente opleiding en je meest recente werkervaring. En dan bouw je dat dus naar het verleden af. Dat waren de vragen die voorbij kwamen. Ja, er komt nu nog een vraag vanuit Odette binnen. Ik word regelmatig benaderd door recruiters via LinkedIn dat ze eens willen bellen. Ik weet nooit goed wat ik met zulke aanvragen moet doen en hoe ik de goede aanvragen hieruit kan filteren. Hebben jullie hier tips voor? Wie zou deze vraag willen beantwoorden? Misschien een leuke voor Karin?
Ja hoor, dat wil ik wel. Ja, ik zou vooral benieuwd zijn waar de recruiter je voor benadert. Dus voor wat voor... hoe ik de goede aanvragen hieruit kan filteren. Ik weet niet wat dan een aanvraag is. Maar ik zou vooral kijken van wat heb jij, wat kun jij eruit halen? Dus waarom benadert iemand jou? Wat heeft hij in de aanbieding? En in hoeverre matcht dat met wat jij ook zou willen, ja, wat je zoekt? Ja, en de persoonlijke klik is denk ik super belangrijk. Ik bedoel, ik ben een van de mega vele recruiters. Ik heb mijn eigen aanpak, mijn eigen stijl. Ja, en zo moet dat ook voor jou een match kunnen zijn. Maar ik zou zeker niet iedereen zomaar je cv toesturen en niet weten wat ermee gebeurt. Dus dat zou ik wel een hele belangrijke vinden. Als ze jouw cv willen gaan gebruiken, check van tevoren eerst van wat ga je ermee doen en waar ga je hem naartoe sturen. Zodat je daar ook iets van kan vinden. Want daar is nog wel een wildgroei aan het heen en weer schieten van cv's. Dus gewoon kritisch zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Van joh, waarom, hartstikke leuk, waar benader je me voor? Wat vind je er zelf van? Wil je dat ook? En zo niet, ja, lekker laten gaan. Oké. Dankjewel. Zijn er nog additionele vragen? Ik zie dat er niks meer via de chat is binnengekomen. Nou, mochten jullie uiteindelijk nog vragen hebben, wat Simon net al zei, je kan altijd met de Career Service Officer van jouw school contact opnemen. En je kan, wat Geert-Jan en Karen ook al zeiden, met hun linken via LinkedIn. En daar eventueel nog je vragen stellen. Oké, er komt er nog eentje binnen, zie ik, van Michelle. Kan je het beste LinkedIn-profielen bekijken via privémodus of via normaal met je naam? Oh, Geert-Jan antwoordt er al op. Wil je er nog iets op toelichten, Geert-Jan? Jazeker, die recruiters maken er een sport van. Die vinden het mooi om te kijken wie op hun profiel zit, omdat ze zo talent scouten. Dus als je anoniem gaat kijken, dan word je nooit gebeld of benaderd. Dus ik zou al mijn advies zou al zijn, als je wil dat ze je bellen, dan moet je, wil dat ze je benaderen, dan moet je dat zeker niet anoniem doen. Sterker nog, er zijn ook recruiters die tooltjes hebben die je als volgt doen. Dat is gewoon geautomatiseerd. Dan kijken ze eerst bij jouw profiel, dat doen ze ook nooit anoniem. Dan kijk jij terug op het profiel. Op het moment dat je dat doet, krijg je via een bot, via een robot, zeg maar, al meteen een uitnodiging toegestuurd. Dus er zit een heel spel tussen, zeg maar, dat vluchten via LinkedIn. Dus ik zou dat altijd met een zichtbaar profiel doen. Zeker als je meeneemt wat Karen net zei. Op het moment dat je benaderd wordt door een recruiter, vragen altijd waarom ze dat doen. Want zij zijn geïnteresseerd in jou. Dan moeten ze ook gemotiveerd doen. Net zoals jij de andere kant op gemotiveerd zou moeten solliciteren. Dus vraag altijd even, ben altijd nieuwsgierig naar waarom ze bij jou hebben gekeken. Oké, dankjewel Geert-Jan. Ik denk dat we naar de afsluiting kunnen van het event. Even kijken, ik had nog een laatste sheet. Zit ik nog met, ja, ik ben nog een share als het goed is. Even kijken, nou ja, de laatste sheet, dat is deze. wat ik net al zei, hebben jullie hulp nodig of heb je nog vragen? Neem gewoon contact op met de student Career Services, met de Career Service Officer van jouw faculteit. En de contactgegevens, die vind je hier. Nou, dan rest mij niet meer dan allereerst uiteraard onze experts, onze gastsprekers te bedanken. Dank jullie wel, Geert-Jan en Karen. Super gave en mooie tips volgens mij hebben jullie kunnen geven. Dus dank jullie wel daarvoor. En dan ga ik eigenlijk iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan dit webinar. Ik hoop dat het heel waardevol voor jullie is geweest. Nogmaals, dankjewel en ik wens jullie allemaal een hele fijne avond.